Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Dorian en vandaag gaan we divisie 6 halen. Ik hoop dat het gaat lukken met dit potje. Ik denk het wel. Want ja, ik hoef eigenlijk maar één keer placement en een kill te pakken en that's it. En dan ben ik divisie 6. De reden dat ik nog geen divisie 6 ben is omdat ik nu bij mijn vader ben. Dus ik kan niet zo heel veel spelen. Maar dat maakt in principe niet uit. We gaan gewoon dit potje proberen divisie 6 te halen. We gaan naar Dirty en dit is het hele potje. Dus dat betekent dat jullie gewoon vanaf de landing tot aan dat ik dood ga, het hele potje gaan zien. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Mezelf. Dat jullie gewoon het hele potje kunnen zien. Ik ben bezig met een editor die is een montage voor me aan het maken, jongens en meisjes. Dus dat is natuurlijk super leuk. Dat gaat echt super vet worden waarschijnlijk. Ja, dat sowieso. Ik moet hem zo even het liedje nog doorgeven, maar dat doe ik wel even na het potje dan. Als ik divisie 6 heb gehaald. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja, of twee keer placement of gewoon. Of gewoon één kill en één keer placement. En dan heb ik het ook sowieso. Dus ja, in principe maakt het niet uit. Zolang ik maar 70 punten weet te behalen, dan is het eigenlijk al gewoon goed. Dus ja, gewoon. Daarom laat ik ook Dirty. Ik hoop dat er iemand meegaat, maar ik denk het niet. Wat in principe ook niet zo super veel uitmaakt. Want dat betekent eigenlijk gewoon. Gewoon echt super veel loot voor mij. En ja, ik kan gewoon die ene placement sowieso binnenhalen daarmee. Aan de andere kant is het ook wel weer naar, omdat. Omdat er dus niemand meegaat. Dus dan kan ik ook gewoon niemand killen. Wat betekent dat het lastiger wordt om divisie 6 te halen. Maar ik ben niet echt bang dat het niet goed gaat komen. Ik denk echt dat het goed komt. Dus dat sowieso alleen staat deze container hier zo een beetje in de weg. Maar dat maakt niet uit. Ik wil eigenlijk gewoon iets van een kist vinden. Of weet je, ammo is altijd welkom. Maar het liefst iets van een kist. Kijk eens aan. En hopen dat er een AR of zo in zit. Dat zou echt super nice zijn. Een shotgun heb ik al. Dus eigenlijk alleen een AR. En een SMG op zich. You know, het kan. Ik kan er mensen wel van afstand. Vooral met een suppressed kan je wel mensen van afstand. Maar hier zo lag er meer van wel een AR. Dus daar ben ik blij mee. En het is een groene. Dus mijn loadout is volledig groen op dit moment. Alleen even minis nodig. En dan heb ik ook shields en een big pot. Maar ik hoop dat ik shields krijg uit deze chest. Ik ben bang van niet, maar ik hoop het. Ja, oké, nice. Het is wel een big pot, dus ik ga hem wachten met innemen. Dat is wel logisch natuurlijk. Dat is. Het spijt me ook wel een beetje als ik een beetje stil ben. Want ja, ik weet niet hoe ik die hele video op ga vullen. Ja, het beste is natuurlijk om te editen. Alleen mijn editor is bezig met een montage, dus dan kan ik dat. Dan kan ik. Ik kan hem niet twee dingen tegelijk geven. Dan zou deze video. Ik wil hem vandaag al online hebben. Omdat. Ja, ik weet niet. Ik maak te weinig video's, dat sowieso. Dus ja. Ik moet gewoon. Een klein beetje. Of klein beetje. Ik moet gewoon meer video's. En streamen, ja. Ik stream eigenlijk. Een beetje mijn YouTube-kanaal bestaat tegenwoordig gewoon uit streamen. Dat is letterlijk alles wat ik doe. Dat is echt niet goed. Ik ga deze wel meenemen, deze Chuck Splash. Maar ja, bijvoorbeeld als er iemand is, dan ga ik wel stil zijn. Nice, minis. Maar bijvoorbeeld als er iemand komt, dan ga ik wel stil zijn. Zodat ik me volledig kan concentreren op de game. En dan kan ik hem ook gewoon makkelijk killen. Dat is gewoon een beetje wat ik wil doen. Dat. Niks meer, niks minder, ja. Ik kon eigenlijk zo'n cadeautje vinden die je kan, zo'n ding dat kan gooien en dan krijg je echt overpowered loot uit. Die zat er vorige chapter ook in. Tijdens kerst en ik weet niet, oud en nieuw, volgens mij. Maar dat ding is echt OP, dus daarom wil ik hem eigenlijk gaan. Ik heb net ook een potje arena gedaan, best wel wat kills. Ik had één kill wat eigenlijk best wel zuur was, want ik kon hem ook gewoon killen, die andere guy.
Helaas hadden wij mei. Dus ja, dat potje heb ik sowieso niet opgenomen. En ik had sowieso ook niet genoeg punten om divisie 6 te halen. Dus dat maakt in principe niet zoveel uit. Ja, dit potje heb ik nog een paar mensen dood. En dan heb ik heb ik 1 keer placement. Ik zeg heel veel ja. Maar ja, dan heb ik 1 keer placement gekregen. En dan mis ik nog 10 punten. En dat is echt gewoon weinig. Het is letterlijk met trio's kan ik dat dan al halen. Dus eigenlijk gewoon, dan mis ik er 6. Dus ja, maakt in principe niet zo heel veel uit. Maar gewoon 1 kill, 1 keer placement en that's it. Ja, ik hoop wel dat ik meer dan 1 kill pak. En dat ik in ieder geval wel een beetje dat het een beetje een spannend potje wordt. Want sowieso, het is wel spannend al dat ik gewoon divisie 6 wil gaan halen hiermee. Maar dat is wel spannend genoeg. Maar ik wil gewoon een beetje mensen. Ik ga niet op die marauders dingen af. Daar. Als jullie die kunnen zien waarschijnlijk wel. Ja. Maar ik ga daar niet op af. Want die killen mij waarschijnlijk wel. Die hebben echt 1 bot of zo. Dat is eigenlijk goed. Die hebben echt 1 bot. Dus daar ga ik niet op af. Ik ga wel gewoon naar deze airdrop. Ik denk dat hier wel mensen naartoe gaan. Ja, dan moet ik even kijken. Wat vinden jullie trouwens van mijn wrap die ik op mijn wapens heb? Ik vind hem best wel dik. Daarom gebruik ik hem ook. Die is gewoon van een of andere seizoen. Ja. Daar heb ik hem. Ik weet niet welk seizoen het was hoor. Maar ik denk dat de meeste van jullie hem ook wel zullen hebben. Misschien niet allemaal, maar op zich dan maakt het niet zo uit. Ja, ik heb die. Ja, boeien. Ik neem gewoon de minis wel mee. Want ja, minis zijn wel gewoon echt belangrijk. Het is eigenlijk de beste heal, denk ik. Dus dan moet ik dat wel meenemen uit. Ik bedoel, ja, chuck splashes zijn leuk, alleen je vindt ze echt nooit. Dus dat is gewoon echt bout. Nee, is oké. 1 keer placement. Ik heb nog 10 punten nodig, jongens. Dus ik kan ook gewoon 10 mensen doodgaan. En dan kan ik die punten ook al krijgen. Maar dat is niet leuk. Ik wil eigenlijk wel met een kill. Maar ja. Weet je, met placement kan het. Maar ik wil eigenlijk kill. Maar er zijn nog maar 25 mensen over, mensen. Jongens en meisjes. 25 mensen. Dat is echt weinig. 24 zelfs. Ik ga denk gewoon even naar Lazy Lake. Hopen dat daar mensen zijn. Mensen zien elkaar, vinden elkaar gewoon. Terwijl ik rustig met 0 kills een beetje rondloop. Een beetje op zoek naar mensen. Even kijken of ik misschien iemand kan snipen. Maar als ik niemand vind. Misschien was Dirty ook niet de beste plek om te landen. Maar aan de andere kant, ja, ik wou ook geen Lazy Land of zo. Want dat is gewoon punten kwijtraken. Vooral voor iemand die niet zo super goed is. Zoals ik. Ja, dat bedoel ik. Mensen zijn letterlijk gewoon retakes aan het gooien of zo. Even kijken of in dit bosje. Ik vind bosjes altijd echt eng. Ik vertrouw nooit bosjes. Dus ja. In die montage zien jullie ook van een stream. Waarin ik iedereen shit had. Letterlijk. Oké, ik word getarget. Er moet dan iemand een lazy zijn en hij zal waarschijnlijk niet zo slecht zijn ofzo. Ik heb echt geen zin om tegen hem te vechten. Ik word er zelf ook een beetje gek van hoor. Ja, kom op mensen. Kom even. Doe eventjes leuk. Hij heeft in totaal 6 minuten om mij te kunnen killen. Dus ja, weet je, ik ga niet op hem af, want ik denk dat hij best wel goed zal zijn. En ik wil niet vechten tegen iemand die goed is.
dan ga ik waarschijnlijk gewoon dood. En dat wil ik niet. Ik wil dit potje wel divisie 6 halen. Nog 5 mensen dood en dan ben ik divisie 6. Nog 2 hout en dan heb ik max hout. Oh, daar is dus iemand. Ik kom gewoon snipen. Waarschijnlijk gaat het niet lukken, maar... No, maybe. Maybe. Hit. Die guy die gaat op mij snipen. Hij gaat denk ik gewoon in die box blijven campen. Ja. Nee, niet. Uit de lucht. In het water. Bruh. Die guy is geshit hoor. Holy shit. Letterlijk. Die guy heb ik echt even aangepakt daar. Jongens, jongens, jongens. Die en die. Stop. Ah. Zo kan het zijn. Ik heb genoeg match. Oké, maar ik heb het gehaald. Ik heb mezelf daar gesaved. Wordt ook gesnapt volgens mij. Oh nee. Dit meen je niet. Ik word letterlijk gefocust door mijn ouders en die gaan echt. Stop. 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 Oh yo, we gaan echt letterlijk van 30 meter afstand gaan ze nog op je schieten. Dus dit is niet goed hoor. Het is ook zo irritant. Goos, wat chasen jullie mij?
Stop! Dit is echt irritant. Ojo, ja, ik ga jou gewoon pushen. Dat zegt inderdaad gewoon niks. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. We hebben wel divisie 5 gehaald. Ik ga gewoon returnen to lobby. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash sowieso op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, te liken. En op het belletje te drukken, zodat je niks mist. En sowieso, als je het nog niet gedaan hebt, waar wacht je nog op? Ik bedoel, het is compleet gratis. Liken, abonneren en op het belletje drukken is gratis. Je kan ook nog even een reactie zetten. Zet gewoon, weet ik veel, een R of zo neer als je dat wil. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Smash op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, te liken. En op het belletje drukken. En dan zeg ik later.